meer dan 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Hier in het Haagse gemeentearchief liggen de verhalen van de bezetting en bevrijding opgeslagen in documenten, film en foto. Ik vond er onder andere de dagboeken van gerespecteerd bioloog en docent Bram Schierbeek, die in een bewogen en persoonlijke stijl schrijft over zijn bevindingen en die van zijn gezin. In 10 korte afleveringen ga ik vertellen over een aantal gebeurtenissen die onze stad overkwam. En daarbij zullen de dagboeken van Schierbeek steeds als een rode draad opduiken. De krant Het Vaderland is hier in het dagboek van Schierbeek geplakt. Opent 16 mei met een bericht van generaal Winkelman, waarin hij het Nederlandse leger prijst in zijn strijd tegen Duitsland. Bovenaan de pagina leest men dat het gehele Nederlandse leger als krijgsgevangenen wordt beschouwd. Maar snel gaat men over tot het normale dagelijkse nieuws. Er wordt een Duitse zomertijd ingevoerd. Onze klokken gaan 1 uur en 40 minuten vooruit. Op 25 mei komt de VVV met wandel- en fietstochtsuggesties voor de bevoorrechte Hagenaar als uittip. En in dit Polygoonjournaal gaan Rotterdamse families naar Duinruil. Honderden Rotterdamse gezinnen die door de oorlog in zorgvolle omstandigheden zijn gekomen, gaan een dagje naar buiten. Op het prachtige landgoed Duinruil, te Wassenaar, worden zij ontvangen om de dag gezellig door te brengen. De ambtenaren bleven op hun ministeries, de politie en de brandweer deden hun werk en de regering in Londen riep op in het begin van de oorlog op tot samenwerking met de Duitsers. Dit om het landsbelang te dienen en niet in een chaos te vervallen. Ook leek het velen een gruwel als wij een NSB-regering zouden krijgen als men zou opstappen. Maar het vooroorlogse bestaan was voorbij. Algehele censuur, politieke partijen die verboden werden, het opheffen van de parlementaire democratie werd een feit. Daarbij werd het dagelijks leven schraal. Rantsoenering van goederen en voedsel, spertijd en verduistering maakten het dagelijks leven niet makkelijker en een stuk vermoeiender. Deze mensen proberen er nog iets van te maken. Op deze manier hebben de bewoners der kuststrook zich wonderlijk snel weten aan te passen aan de verordening om 10 uur binnen. Het gezelschapsleven kan onbeperkt voortgang vinden. Om de gastvrouw geen extra distributiemoeilijkheden te bezorgen, brengen de gasten hun eigen rantsoen mee. 1, 2, 3, 4, 5. Brand in de Schouwburg. Brand in de Schouwburg. Kost je geld. Ja. Goedenacht. Welterusten. Mapsen. Welterusten. Welterusten, hè? Pitsenapen. Mapsen, jongens. Ons land werd nooit warm voor het nationaal socialisme. De NSB, avonturiers en anticommunisten waren wel bereid om voor de grootgemaanse gedachten te strijden, maar nooit met enorme getallen. Zo'n 25.000 man werd lid van de Waffen-SS. Ook was een aantal arbeiders bereid vrijwillig te gaan werken in Duitsland, maar nooit genoeg om de lege plekken ontstaan door de oorlogsinspanning op te vullen. Maar zwaar in het verzet gaan tegen de Duitsers nemen ook niet op grote schaal. Ik vond hier in het archief een rapport van de SD dat men schreef voor het hoofdkwartier in Berlijn. Daarin staat dat de Nederlander al eeuwen niet gewend is om te vechten. Vooral in het begin van de oorlog probeerde Seyss-Inquart goodwill te kweken onder de bevolking. Hier zwaait hij kinderen uit voor een welverdiende vakantie in Oostenrijk. In de Haagse dierentuin werden eenpansmaaltijden geserveerd voor de arme kinderen door de Winterhulp. De Winterhulp was een liefdadigheidsinstelling in het leven geroepen door de Duitsers om via collecten de armoede te bestrijden.
De Nederlander zag het meer als Duitse propaganda. In 1941 verdwijnt langzamerhand de zachte Duitse aanpak. Schierbeek ondervindt dit aan den lijve. Zijn zoon Piet wordt 5 dagen vastgezet hier in het Oranje Hotel vanwege zijn lidmaatschap van de Nederlandse Unie. Schierbeek zelf krijgt later dat jaar bezoek van de Gestapo om zijn verhältnis zur Unie zu wissen. De Nederlandse Unie was een politieke stroming die bereid was tot samenwerking met de Duitsers. Veel Nederlanders steunden de Nederlandse Unie vanwege hun afkeer van de NSB. Later zou de Nederlandse Unie worden verboden vanwege hun niet-pro-Duitse houding. Ook kregen alle Nederlanders van 15 jaar en ouder een persoonsbewijs dat nauwelijks te vervalsen viel. Het bood een perfect administratief wapen voor de Duitsers. Het was ontwikkeld door de Haagse ambtenaar Sjaak Lens. De Joden kregen zelfs hun J erin gestempeld, zodat ze nog makkelijker te onderscheiden vielen van de rest van de bevolking. Kleine daden van verzet duiken op in Schierbeeks dagboek uit die periode, want ik lees hier flauwe mopjes over Hitler en Mussolini, een artsverzetspamflet, maar ook een notitie van een gesprek met een colporteur van het illegale parool. Deze meldt dat 50.000 mensen hebben kennis gemaakt met de Gestapo. 1200 gedood, 1800 doodgegaan. Op 13 juli 1941 wordt Schierbeek door een SS'er van huis gehaald. Tot zijn stomme verbazing gaan ze met de tram. Schierbeek moet zijn eigen tramkaartje voor de rit naar de strafgevangenis in Scheveningen betalen. Daar vandaan wordt hij overgebracht naar het Groot Seminarie in Haren te Brabant, waar hij wordt vastgezet als gijzelaar. Hier ontmoet hij verschillende wetenschappers, maar ook artiesten zoals Lou Bendy en Busio, die alleen maar moet huilen omdat hij zijn kinderen zo mist. De Duitsers hadden als pressiemaatregel een groot aantal vooraanstaande Nederlanders vastgezet om het verzet tegen de bezetter af te schrikken. In de oorlog zouden 85 mensen uit Haren worden gefusilleerd. Schierbeek komt na korte tijd vrij vanwege zijn zwakke gezondheid. Dit komt door een brief van zijn vrouw, maar ook door de brieven van een bevriend huisarts en chirurg. Het eind van het jaar zouden de Schierbeeks opnieuw een tegenslag te verduren krijgen, maar daarover meer in de volgende aflevering, de Atlantikwal.